zolang ik het fysiek aan kan en ik het leuk vind, ja, weet je, waarom zou ik het dan niet doen? Dus ja, en als je daarmee eventueel straks nog een gouden plak om je nek krijgt en wereldkampioen kan worden, ja, dat is toch wel uiteindelijk waar je het voor doet. Mirte Schoot speelt sinds 2009 al voor de Nederlandse ploeg. Een teamspeelster volgens haar coach bij uitstek. Loyaal, betrouwbaar. Heel, zegt wat ze van plan is om te doen. Je kan altijd op haar rekenen. Niet alleen maar sportief, maar ook buiten het veld. Echt een teamspeelster. 10 jaar speelde Schoot in de Duitse Bundesliga. Nu kiest ze in aanloop naar het WK in Nederland bewust voor Papendal. Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik gewoon fysiek fit ben. Dat ik gewoon geen last heb van mijn knieën. Dat ik gewoon snel ben. Dat ik fit ben. En bij een club in het buitenland is de focus elke zaterdag op een wedstrijd winnen. En is de focus veel minder in persoonlijke ontwikkeling. En dus in fysiek werken aan dat je sterker wordt. En dus traint ze dagelijks op het Nationaal Sportcentrum in Arnhem dicht bij huis. Om hopelijk over precies een maand te kunnen schitteren op het WK in eigen land. Waar leeftijdsgenoten als Maret Grothuus en Lonneke Sloetjes het mentaal niet meer konden opbrengen, gaat Schoot in oranje door. Zolang ik het fysiek aan kan en ik het leuk vind, ja, weet je, waarom zou ik het dan niet doen? Dus ja, en als je daarmee eventueel straks nog een gouden plak om je nek krijgt en wereldkampioen kan worden, ja, dat is toch wel uiteindelijk waar je het voor doet. En dat je zo'n groot toernooi en zoiets bijzonders in Nederland mag spelen, dat vind ik echt super mooi en super gaaf en heel bijzonder. Ja. Ik denk hoe ouder je wordt, je maakt je niet meer zo druk om iets kleins, omdat je weet je, het komt wel goed. En je ziet dan jonge speelsters en aan de ene kant is ongeduldigheid is een kracht, want daardoor groei je ook heel snel. Je wil heel graag iets heel goed doen. En aan de andere kant, als je te ongeduldig wordt, kan het ook tegen je werken. Dus ik probeer daar inderdaad ook wel jongere meiden een beetje in te begeleiden. En dat heb ik afgelopen jaar met heel veel plezier ook gedaan, weet je. Dus ja, dat is iets wat erbij komt, maar dat gaat denk ik ook wel een beetje natuurlijk, gewoon naarmate dat je ouder wordt. Ja.